Alexanders Nar. Een hoorspel van Wolfgang Weyrauch. Vertaling Kees Walraven. Regie Dick van Putten. Treed, beste mensen, bij elkander en leert van het einde van den koning, wiens grote naam was Alexander. Word wijs door deze geschiedenis, verhaald door mij en deze nar die zonder hand is. Maar nu, waar is hij nu? Dat vragen wij, want wel is menig jaar geleden de koning en tiran om hals gebracht en zullen ratten aan hem knagen. Maar Alexander is geen oude hoed die niemand ooit iets kwaad van doet. Want zie toch hoe de mens in monsterlijke dwaling zijn weg blijft gaan naar eindeloos noodlottige herhaling. Treed mensen bij elkander en leert van het einde van den koning, wiens grote naam was Alexander. Hou op, marketenster. Begin, nar. Met wat? Met vertellen. Kan niet vertellen. Wil geen nar meer zijn. Moet huilen. Oh. Hij huilt om de veldheer die Alexander de Grote heette. Om mijn vriend Alexander. Vooruit, maar je kunt je hoepla. Hoepla. Kan niet. Wil niet. Vooruit. Of ik neem je niet op de rug, hoor, als we weer verder trekken. Ik wip mensen. Mijn armstompjes leggen een steen op de grond. Ze leggen een plankje op de steen. Nou ga ik op de plank en de steen zitten. En ik wip. Niemand kan het zo goed als ik. Oh jee, ik val eraf. Hij doet maar alsof hij het niet kan. Het is een kunstgrapje. Ik ben oud. Ik ben al helemaal krom geworden. Ik ben alleen. Zonder mijn Alexander. Lach niet. Hou op met dat gelach. Ben je? Hier, mijn beste naar. Onze leermeester in de school der wijsgeren heeft gezegd dat iemand een derde oog krijgt als hij een man is geworden. Het oog van het verstand. En het beste verstand, wat is dat? Dat je van elkander houdt. Weet je nog hoe onze boezemvriendschap eindigde? Ja. En weet je nog hoe het einde van onze vriendschap begon? Ik was toen in de veldslag. En jij? Ik zat aan de rand van het slagveld. In elkaar gedoken. En dacht na. Over jou. Wat is dat nou? Een pijl? Pijl uit een snorrend geluid. Nog één. Au! Daarnet deed er niets pijn. En nu doet er ineens wel iets pijn. Het gaat me niet om die pijn. Het gaat om de storing van mijn denken door die pijn. Ik wilde niets met de veldslag te maken hebben, maar die is achter me aangehold en heeft me te pakken gekregen. Ik had net over Alexander nagedacht. Hij was mijn vriend. En weldra zal hij mijn vijand zijn als hij niet ophoudt met zijn eeuwige veldslagen. Alle mensen, mijn rug is helemaal gezwollen. Ik heb een bochel. Ik moet gaan liggen. Ik kijk naar de grashalmen. Misschien kunnen zij me helpen bij het denken. Want in het nietige schuilt vaak het reusachtige. Mijn beste naar. Alexander. Wat doe je daar? Niets. Onze leermeester heeft gezegd dat in niets alles kan liggen. En in alles niets. Alles? Wat is dat? Jij, Alexander, jij. En jij, naar. Wat ben jij? Niets. Voor jou niets. Je hebt me beloofd dat ik niets met de veldslag te maken zou hebben en ze schieten op me. Wat? Een pijl in je rug. Vlug, mijn vriend. Ik trek hem eruit. Nee. Waarom zou je? Ik heb je nog nodig. Ik jou niet meer. Wees niet boos naar. Ik zal die schutter wel vinden en hem straffen. En al, kom hier. Het is maar een vleeswond. Raak me niet aan. Wat heb ik je toch misdaan? Mij? Niets. Wie dan wel? Alle anderen. Wat dan? Al jouw pijlen zijn pijlen van verraad. Wat heb ik verraden? De wijsheid die onze Atheense leermeester ons heeft onthuld. Lekkere waar, sappige waar.
Lekkere waar, sappige... Marke Tenster, kom je bij de nar vandaan? Ik ga juist naar hem toe. Wat voor sappige koopwaar breng je hem? Jullie gevraagd, soldaten, zoals altijd. Eens was ik bakker. In Lidië bakte ik het brood voor de mensen. Maar nu... Nu belet ik de Lidiërs om het te eten. Waarom? Ik was smid. Ik heb onze Cappadociërse paarden beslagen. En nu zorg ik dat de paarden van de Cappadociërs niet meer kunnen lopen. Waarom? Kleermaker was ik. Ik heb de Macedonische mannen en vrouwen gehuld in warme, zachte klederen. En nu? Nu trek ik ze harde houten wammes aan. Vraag dan naar waarom je zo lang draalt met het doen wat we van hem hebben gevraagd. Lekkere waar, sappige waar. Slechte waar. Gooi ze weg. Gooi jij oorlog maar weg, Alexander. Is oorlog slecht? Slechter dan slecht. Waarom toch? We overwinnen. Dat is nog het slechtste. Scheer je weg. Marke Tenster, haal alsjeblieft die pijl uit mijn rug. En waarom mocht ik dat niet doen? Jij maakt de wonden, maar genezen doe je ze niet. Maar ik win. Ook deze veldslag win ik weer. Je liegt. Als ik niet meer kan winnen, zal ik moeten sterven. Sterf dan nu meteen maar. En ik win. Je verliest. Je verveelt me. Je leger vlucht. Beide vleugels? Nee, alleen nog maar de linker. Dat heb ik zo bevolen. Links vluchten ze, schijnbaar. De vijand achterna. Rechts houden ze stand. De tweede groep valt vanuit een hinderlaag de vijand in de flank. Zij die stand hielden, vallen nu aan. De vluchtenden keren om en de vijand zit in de tang. Jij verstaat je vak, hè, Alexander? Jij dan niet, Marke Tenster? Niet als jij erbij bent. Lekkere waar, sappige waar, ik kom nog terug naar lekkere waar, sappige waar. Komt, beste mensen, bij elkander en leert van het eind van een koning wiens grote naam was Alexander. Word wijs door deze geschiedenis, verhaald door mij en deze nar die zonder hand is. En hoe kwam hij op een goede dag aan zijn eind? Nou, vooruit, Nar. Vertel verder. Nar, wat moest jij met die Marke Tenster? Laat me alleen, Alexander. Nar en heks. Een gelukkig stel. Juist, om het geluk. Het gaat om het geluk. Geluk? Wat is dat? Dat je mijn cirkels niet verstoort. Stoor ik je? Ik wacht op het einde van de slag. Het zou een geluk zijn als je hem eindelijk eens zou verliezen. Eindelijk zou het einde betekenen. Altijd speel jij om het einde. Altijd speel je om leven of dood. Ik speel om het begin. Het begin van een betere tijd. Om het begin van een Alexandertijd. Ik teken twee cirkels in het zand. In de ene schrijf ik de grote A van Alexander. In de andere schrijf ik een kleine A. En wat betekent die? De anderen, gewoon, de anderen. Jij bent voor verandering. Hoe verander jij je cirkel? Ik veeg ze uit. Teken ze opnieuw. Hoe? Leg ze op elkaar. Die met de kleine A eerst. Dus onderaan, zoals gewoonlijk. Die met de grote A eroverheen. De onderste cirkel verdwijnt in de bovenste. De bovenste cirkel beschermt de onderste. Hij wist hem uit. Een tekening blijft een tekening, Nar. De tekening is een afbeelding van de werkelijkheid. Hoor je dat geschreeuw? De veldslag is afgelopen, Nar. Ik ga de buit verdelen. Ik teken. Ik denk. Hé, Nar. Daar ben ik weer. Laat me alleen, Marke Tenster. Nee, dat mag ik niet. Wie heeft je dat verboden? De samenzweerders. Ze moeten me met vrede laten. Jouw vrede is hun oorlog. Hun oorlog is ook de mijne. En mijn vrede de hunne. Ik moest jou vragen of je nu eindelijk besloten bent. Wat te doen? Om van de grote Alexander een dode Alexander te maken. Doe het toch zelf. Jij bent zijn vriend. Niet meer de onze. Of... Jullie twijfelt aan mij. Alexander twijfelt aan mij. Mag ik dan ook niet eens aan mezelf twijfelen? En wij? Wij moeten vertwijfelen. Jullie maakt het jezelf te gemakkelijk. Al jullie gedachten en al jullie woorden dragen geen maar. Geen aan de andere kant, geen hoewel. Jullie zeggen of jij doet het naar en dat is goed, of je doet het niet.
En dat is slecht. Ik moest jou zeggen dat we van je afzien als jij de belofte niet houdt. Ik ben vrij. Jullie kunnen me niet dwingen. Je bent niet vrij. En ik niet. En niemand niet. Vrij is alleen Alexander, die ons onze vrijheid ontsteelt. Hij is zo vrij dat hij de aarde verslindt alsof hij een appel vreet. Misschien kan ik hem zo verkrijgen dat hij het laat. Hij laat het niet, zolang wij hem laten begaan. We moeten hem zien te overtuigen. Ja, met deze dolk. Een dolk? Wat is dat? Nar blijft toch maar een nar. Geef mij die dolk. Ik stop hem onder de grond. Onder de grond? Als je hem dan maar weer bij tijds boven haalt. Lekker waar! Stappen gewaar! Zeg ons wat de nar heeft gezegd. Zotte praat. Is hij nou voor ons of is hij tegen ons? Hij is voor ons, dus tegen de tiran. En voor de tiran, dus tegen ons. Heeft hij de dolk aangepakt? Aangepakt en onder de grond gestopt. Wil je hem niet gebruiken? De schaduw van de dolk spookt in zijn narrige schedel rond. Daar kan hij lang rondspoken. Voor ik soldaat werd, was ik timmerman. Ik herinner me dat ik lang nadacht over een wieg of een tafel voordat ik ter planken zaagde. Ik wil weer timmerman zijn. Ik was schoenmaker. Als ik een paar schoenen maakte zonder eerst na te denken wat voor leer ik moest nemen, dan kwam er niks van terecht. Ik wil weer schoenmaker zijn. Ik zal het nog eens proberen. Vraag hem hoe de wereld er zonder Alexander uit zou zien. Vraag hem of het niet beter is als de hoef van een paard over een veld met bloemen en onkruid gaat dan over een veld met dode soldaten. Lekkere waar, stappige waar. Wat voor lekkere waar heeft de marketenster jou verkocht, Nar? Niets, niets. Wat heb je verstopt? Mijn vrienden. Maar mij niet. En ik ben toch je vriend? Hoe kun jij nou mijn vriend zijn, als ik de jouwe niet meer ben? Wat? Ben je mijn vriend niet meer? Maar je was het toch wel? Ben ik dan veranderd? En ben jij daarom veranderd? Of ben jij veranderd door iets wat ik niet weet? Herhaal wat onze leermeester heeft gezegd. Als iemand man is geworden, krijgt hij het derde oog. Het oog van het verstand. En het beste verstand, wat is dat? Dat je van elkander houdt. Van wie hou jij, Alexander? Van jou, Nar. Anders niets. Ik weet wat je denkt. Alexander houdt van Alexander. De rat houdt van de rat. En de hyena van de hyena. Alexander houdt van zijn nar, hoewel hij bang voor hem begint te worden. Alexanders nar is bang voor Alexander, hoewel hij toch nog wel van hem houdt. Jij hoeft niet bang voor mij te zijn, nar. Ik ga barrevoets, dus ben ik bang voor jou. Juist omgekeerd. Ik draag sandalen en ik ben bang voor jou. Laten we verder praten over sandalen. Jij draagt ze om er anderen mee te kunnen trappen en ik draag ze niet. Opdat ik stenen kan onderscheiden van steentjes. Ben ik een steen of een steentje? Een berg. Dus kan men mij niet zomaar wegduwen? Onze leermeester heeft gezegd dat men bergen kan verzetten. Waarheen? Naar de woestijn. Ben ik daar dan niet als ik jou, mijn vriend, verlies? Wel nu, keer dan terug. Waarheen? Naar de anderen. Daar kom ik juist vandaan. Heb je ze geholpen? Ik heb een veldslag gewonnen. Mijn laatste. Eén veldslag zal zeker je laatste zijn. Ja, en door die slag zal mij de wereld toebehoren. Waarom zeg je niets, Nar? Vertel toch verder. Waar is hij nou, jouw Alexander? Vooruit, Nar, vertel op. Hij is in de laatste zaal, waar de doden die tijdens hun aardse leven kwaad bedreven, steeds maar herhalen wat ze hebben misdaan. Alexander moet veroveren, veroveren, veroveren. Het oosten, het oosten, het oosten. Hou op met dat gestotter.
Maak maar een kunstje. Een stad innemen, met de grond gelijk maken, opnieuw stichten, Alexandria noemen, het uiterste, buitenste Alexandria, het laatste Alexandria. Verder trekken, een stad innemen, met de grond gelijk maken, opnieuw stichten, Alexandria, Alexandria. Genoeg! Genoeg hoor je, we willen lachen. Vooruit, maak een grapje. Wat voor grapje? Doe hem na die men de grote noemde. Alexander, met de armen over elkaar geslagen. Met over elkaar geslagen armstompjes? Zo. Nee, voor zijn tent, tijdens een toespraak. Mensen, zijn jullie tevreden met je regering? Dat is nou bepaald geen grapje, nar. Ach ja, ik versprak me. Ik wilde jullie vragen, mensen, of de regering over jullie tevreden is. Dat is namelijk de hoofdzaak. Want als jullie alles doen zoals je regering het wil, dan is die regering niet tyranniek. Als jullie met je regering onder één hoedje speelt, dan is dat hoedje vast niet te klein voor ze. Alexander, vergeef me. Ik ben er weerloos tegen. Hindert niets, mijn beste naar. En heb ik je destijds niet gezegd dat men zich niet weerloos mag laten maken? Herinner je je nog wel, toen, in mijn tent? Naar wat je ook zult zeggen, jij en ik zijn het met elkaar eens en ook weer niet. Onze woorden zijn hetzelfde, hun betekenis niet. Bijvoorbeeld? Ik zeg vrede. Ik ook. Maar als ik vrede zeg, dan denk ik ook aan vrede. Ook ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg. Maar jij bedoelt een andere vrede dan ik. Namelijk die waarvoor je eerst alles en iedereen moet onderwerpen. Jouw vrede ken ik naar. En ik twijfel er niet aan dat die vreedzamer is dan mijn vrede. Waarom wil je ons die vrede dan niet schenken? Omdat die vrede er niet is. Zou ik hem jullie geven, dan werd hij jullie weer ontnomen. Denk aan het oeroude voorbeeld van de wolven en de schapen. Omdat de schapen in vrede, in volkomen vrede wilden leven, zetten ze de wolf, hun heerser, af. Beviel het ze? Kregen ze hun vrede, die volmaakte vrede? Ach, wel nee. Want de andere wolven storten zich op ze en vraten ze op. Is dat werkelijk waar? Beter één wolf die zijn schapen hoedt, dan vele wolven die ze maar verscheuren. Ik zal heersen over de wereld en er zal vrede zijn. Mijn vrede, zeker. Maar dan toch vrede. En jouw eindeloze veldslagen, hoe staat het daarmee? Die lever ik tot ik de uiterste grenzen van de wereld heb bereikt. Als ik daar ben aangekomen, daar waar geen mens meer leeft, dan heerst er vrede. De wereld zoekt mijn heerschappij en waar ik heers, heerst vrede. En wanneer zal dat dan wel zijn? Het is zover. Op dit ogenblik. Ik heb je al gezegd dat ik mijn laatste slag heb gestreden. Je laatste slag van je laatste oorlog? Als dat zo is. Als dat zo zal zijn, als jij je houdt aan wat je hebt beloofd, Alexander, en laat het dan jouw vrede zijn en niet de mijne, dan zie ik ervan af. Ik ook. Waarvan? Eerst moet jij zeggen waar je van afziet. Van de dolk van de marketenster, onder voorwaarde dat... Ik ben geen handelaar, nog niet eens over een dolk wil ik onderhandelen. Ik wilde toch maar dat je koopman was. De mensen op de markten kopen en verkopen. De koopwaar heeft dezelfde waarde als het geld dat ervoor wordt neergeteld. En iedereen is tevreden. En de winst van die ene partij? Is evenveel waard als de tevredenheid van de andere partij. Maar alles breekt stuk als jouw zwaard ertussen flitst. Ach, naar, nog altijd geloof je me niet. Maar het gaat niet om mij. Als ik alleen was, dan zou ik je geloven. Kom dan uit de tent en kijk om je heen. Wat zie je? Een land dat rijk is aan koren en fruit. Zo rijk dat iedereen ervan kan leven. De mensen die er wonen... En de soldaten. En kijk eens naar die bossen. Van de boomstammen zullen we planken zagen. En van die planken... We, wie zijn die we? We, dat zijn de boeren en de soldaten samen. Schepen zullen we bouwen van het hout. En die zullen de rivier bevaren. Zie je die grote rivier? Die zie ik. Dat is de Indus. En daarachter is het niets. Het niets? Het niets of het bijna niets. Want iets is er altijd wel. Er is een steppe, kaal en verlaten... Geen levend wezen vertoeft er, behalve gifslangen. Het einde van de wereld. Daar kan niemand wonen. Niemand wil er wonen. Jij soms, naar? Nee. Ik ook niet. De soldaten evenmin. Dus blijven we waar we zijn. Ik ben er blij om. En ook dat ik mijn laatste slag heb geleverd.
Naar zonder handen. Bijna ook je hoofd en je tong kwijt. Oh. Toen had je wel een tong die je woorden als vogels deed uitzwieren. Zwarte vogels. Zwart als raven. Vooruit naar. Ik heb jullie gekke woorden wel gehoord. Ik ben naar jullie tent geslopen en heb geluisterd. Geluisterd. Vertel wat jullie daar samen kletsten. Jullie dwaze spelletje. Jij bent ik en ik ben jij. Jij bent ik en ik ben jij. Waar denk je aan, naar? Waar denk jij aan, Alexander? Jij denkt aan de dolk. De dolk van de marketenster. Waar is die? Die is onzichtbaar. Toch zie ik hem. Je hebt hem begraven, onder het gras. Zie jij het gras groeien, Alexander? Ik zie onder het gras de dolk groeien, naar. Eens zal hij zo groot zijn als een boom. Een boom met dodelijke vruchten. Die zullen op je vallen als jij je woord breekt. Je zult eronder bedekt en begraven worden. Mijn beste vriend, heb toch geduld met me. Alexander, ik herken je niet meer. Ik wil proberen een ander te zijn. En ik wil proberen je daarbij te helpen. Ja, naar, help me. Want het is niet gemakkelijk om over je eigen schaduw te springen. Spring, Alexander, spring. En wat als ik val? Alexander valt niet als hij de mensen naar hun geluk wil dwingen. Maar wat als diegenen die ik naar hun geluk moet dwingen nou eens niet willen? Wie zou dat nu niet willen? De soldaten die ongerust zijn, de onderbevelhebbers die hun macht niet willen verliezen, en de kale steppe die zo jaloers naar de vruchtbare oever oogt. Als je toegeeft, zal jouw laatste veldslag je voorlaatste zijn geweest. Ik ben in gedachten, Alexander. Wat denk je, naar? Waarom spreek jij als iemand met twee tongen? Zo er een je hindert, ruk hem uit. En als me dat niet lukt, moet ik dan voor je buigen? Hoe bedoel je dat? Buigen onder jouw macht of naar de dolk? Buig je naar de dolk en maak er een eind aan. Zou dat werkelijk het einde zijn? Als ik er niet meer ben, is er niets meer. Dan bestaat de wereld niet meer. Maar ook na jou zal er weer iemand opstaan. Jij misschien? Ik? Ik ben een nar. Ik soms niet. Er waren eens twee vrienden die vijanden werden. Maar hoewel ze nu vijanden waren geworden, waren ze toch nog zo bevriend met elkander dat ze besloten allebei afstand te doen van datgene wat ze tot dan toe juist hadden geacht, zodat van elk alleen maar het tegenovergestelde overbleef en dus werd de eigenlijke tiran een nar en de eigenlijke nar werd een tiran. Het komt me voor alsof wij die twee mannen in het gebergte zijn waarvan onze leermeester ons verhaalde. Die kwamen elkaar tegen, maar hun pad was zo smal dat ze elkaar niet voorbij konden. Links was een ravijn, rechts een steile rotswand. Nog links, nog rechts waren steenblokken of struiken die ze konden gebruiken om elkaar te passeren. En wat, vroeg onze leermeester, doen nu die twee mannen in die buitengewone situatie? Zal de een de ander in de ravijn gooien? Nee, want dat zou geweld betekenen. Of keren ze terug naar de plaats waar ze vandaan zijn gekomen? Nee, want dat zou ook geen oplossing zijn. Daar schiet hun een derde mogelijkheid te binnen. Iets dat ze van de berggeiten hebben afgekeken. Ze klimmen over elkaar heen. Zij doen elkaar geen kwaad. Geen kwaad? Dat is niet voldoende. Het is niet voldoende, omdat omdat wij beide geen mannen in een gebergte zijn waar we helemaal alleen zijn, maar leven samen met anderen. Waar we ons nuttig moeten maken, of die we kwaad doen. En wij willen ons nuttig maken. Kwaad heb ik ze genoeg gedaan, maar nu is het tijd van nuttig maken aangebroken. Nee, nou, we zullen ons aan een andere stelling van onze leermeester moeten houden. Welke dan? Die van het alfabet van het mens zijn. Ik ben nog niet vergeten wat hij onder A naar voren bracht. Ik heb achting ook voor hem die mij veracht. En bij B, bewijs wat je zegt. Maar naar, ik vind dat die oude leer bij onze nieuwe situatie niet past. Jij en ik moeten nieuwe stellingen formuleren die onze nieuwe vrede betreffen. Ons nieuw rijk van de vrede. Niet de vrede van de enkeling.
C en D weet ik niet meer. Maar bij E, bekommer u om de enkeling. Alleen om de enkeling. Je hebt me verbeterd en dat neem ik aan. Maar weet ook dat alleen hij een vrije is die anderen vrij laat zijn. En dan G, geluk. Geluk zonder het geluk van anderen is ongeluk. H, I, K, L, niets. Maar M en N, niemand mag worden uitgesloten. Ook niet van de macht. O, P, R, ik ben maar een slechte leerling. En S, de beste staat is die welke zich slechts dan iets van zijn burgers aantrekt als ze hem nodig hebben. En T, terug, betekent meteen omlaag. Of die staat is de beste die door niemand wordt gevoeld. U, V, Z, we zullen het spelletje niet uitspelen naar... Alleen nog de T en de V. Maar waarom nou juist die twee? Ik ben ervoor dat ze worden verboden. Want de toren begint met een T. De twist begint met een T. En vernieling en verwoesting beginnen met een V. En in onze toekomstige staat mag niets worden vernield. Toch wel iets. Wat dan? De vernielende krachten. Maar we zullen dat niet alleen maar spelen. Er staat te veel op het spel. Het bijna onmogelijke staat op het spel. Dat bijna betekent van onmogelijk mogelijk maken. Van mogelijk werkelijk. En van werkelijk vanzelfsprekend. Maar hoe beginnen we? We beginnen niet alleen bovenaan, bij jou en mij, maar ook van onderaf. Wij trekken door het land, jij en ik, en zoeken naar gelijkgestemden. We zullen ze vinden, mijn vriend, we moeten ze vinden. Want als we ze niet zouden vinden, dan konden we ons, ellendig en verloren als we dan zijn, wel laten begraven. Wij zouden onszelf moeten begraven, voordat we gepakt en gedood worden. Zover zal het niet komen. Want hier ontdekken we een herder, daar een soldaat, ergens anders een koopman, weer ergens anders... Een marketenster. Ook een marketenster, zeker. We zullen ze herkennen, en zij ons. Ze komen allemaal samen en overleggen wat ons te doen staat. Het hele volk, nee, alle volkeren, zullen bij zichzelf en bij ons te raden gaan. En dan kunnen we op een uitzonderlijke dag op vele plaatsen van onze landkaart punten tekenen, steunpunten van een bijna volmaakt rijk. Bijna volmaakt. Van onmogelijk mogelijk maken en van mogelijk werkelijk. Maar Alexander, nu schijn je dan toch een volmaakte nar te zijn geworden. Hoe staat het met dat punt van volmaaktheid? Van bijna volmaaktheid? Nee, nee, hier zijn we helemaal volmaakt. Jij bent met je dwaze dromen een volmaakte nar en ik ben een wantrouwende Alexander. Waarom wantrouw je? Zullen niet de goedwillenden die zo eenzaam en verspreid leven... overgeleverd zijn aan de aanvallen van de kwaadwilligen en de hardleersen. Wij beschermen ze. En zij, ze vermenigvuldigen zich. Want niet alleen het kwaad is aanstekelijk, maar ook het verstand werpt vruchten af. Ik zie een rijk voor me. Ja, ongelovige nar, die wel bijna een oude Alexander lijkt. Ik zie het heel duidelijk voor me. Je droom. Wij zullen dat rijk stichten. Jij en ik, samen. Hier, Alexander. De dolk. Geef je me de dolk? Wat zou ik er nog mee moeten? Vertrouw je me dan weer? Ik schaam me dat ik je niet altijd heb vertrouwd. Ik schaam me dat ik tegen mijn vriend geweld wilde gebruiken. Ben ik het niet veel eer die zich zou moeten schamen? De dolk is niet meer nodig. Jij vuurt nu andere legers aan dan tot dusver. Welke legers? Jouw goede gedachten zijn je nieuwe legers. Onze Atheense leermeester staat naast je aan het hoofd ervan. Nog nooit heb ik me aan een leger onderworpen... Maar nu doe ik het. Want jullie wapens zijn de wapenen van welwillendheid en verstand. Wel, nar? Ik zoek iets. Wat dan? Alexander. De grote koning Alexander. Waar is hij nu? Dat vragen wij. Want wel is menig jaar geleden de koning en tiran om hals gebracht. En ratten zullen aan hem knagen. Maar Alexander is geen oude hoed die niemand ooit iets kwaads aan doet. Want zie toch hoe de mens in monsterlijke dwaling zijn weg blijft gaan naar eindeloos noodlottige herhaling. Op
Praat jij stilletjes met jou, Alexander, naar? Met wie van de twee? Wat? Zijn er dan twee? Hij is vergeten dat hij Alexander de tweede was. Ja, jee, vogelverschrikker. Maar gelukkig niet lang. Ik zoek de rechtvaardige Alexander. Overal, overal zoek ik hem. In mijn linkerzak is die niet. Daar is alleen maar een vogel. Wat voor vogel? Een plevier, de regenfluiter. Zo'n heel spellende vogel. En wat fluit die? Alexander de rechtvaardige heeft maar één dag en één nacht geleefd. Ach wat, die heeft helemaal niet geleefd. Alleen in jouw hoofd misschien. Ja, en daarom waren wij bijna allemaal geestverschijningen geworden. Hier, een passende beloning. Oh. In mijn rechterzak is die ook niet. Wel een dode kikker. Hij hangt aan een draadje, zodat hij niet kan wegspringen. En wat kwaakt jouw kikker? De nar is bitter bedrogen. Hij heeft zichzelf en ons allemaal bedrogen. Bedrog. Alexander heeft zijn nar bedrogen. De nar heeft Alexander geloofd. Alexander en zijn nar hebben de hele wereld bedrogen. Ook Alexander heeft zichzelf bedrogen. Hij was veldheer. En veldheren kunnen hun aard niet veranderen. Een egoïstische, bloedige en verachtelijke aard. Maar de verstandigen onder jouw soldaten, die eigenlijk toch maar verklede schoenmakers en smeden zijn, die veranderden hun aard. Die lieten zich niet bedriegen. Lekkere waar, sappige waar. Lekkere waar, sappige waar. Houd toch op met dat eeuwige geschreeuw. We hebben een sappig verhaal voor jou. Ja, dat ken ik al. De nar en Alexander hebben vrede met elkaar gesloten. Ze zijn elkaar om de hals gevallen. Of? Wat? Of? Of is de nar Alexander soms alleen maar om de hals gevallen om hem de volgende keer de dolk van achter in het hart te stoten? Zou de nar dat kunnen? De dolk, kameraden, de dolk. Wat is daarmee? Ik was heel dicht bij de tent. Ik heb het precies gezien. De nar heeft de dolk aan Alexander gegeven. De dolk? Misschien heeft Alexander hem zelf ontdekt en de nar moest hem wel afgeven. Misschien laat hij nu de nar wel terechtstellen. Nee, daarvoor houdt hij te veel van hem. Maar het was heus zoals ik jullie heb verteld. Alexander en de nar begonnen over het rijk van Alexander te spreken. Ze hadden het over een rijk van vrede. Over vrede en rechtvaardigheid voor iedereen. Ook voor jou? En voor mij? Schoenmaker en smid zullen de gelijken van Alexander zijn? Ah, laat me niet lachen. We zijn verraden. Verraden zijn we. Nogal meer verraad. Ik heb op de officieren gelet. Ineens groepten ze samen. En nadat ze hadden beraadslaagd, lieten ze in het legerkamp bekendmaken dat op de andere oever van de Indus, waar alleen maar die dode steppe zou wezen, nieuwe vijanden zijn. Vele, zeer vele nieuwe vijanden. Honderden ervan komen al over de rivier. En de officieren? Hebben zeker bevolen de wapens op te nemen. Is het niet? Ze zijn al bij Alexander in de tent. Ze willen hem overhalen. Ze zeggen, op oorlog kun je alleen maar met oorlog antwoorden. Hij laat zich wel overhalen. Hij zal zich niet lang laten noden. Lekkere waar, sappige waar. Waar ga je heen, marketenster? Wil jij ons ook verraden? Ik wil jullie niet verraden. Wat ga je dan doen? Ik wil de nar nog één keer op zijn gemoed werken. Heeft hij er dan één? Heeft hij er geen, dan zal ik doen wat hij heeft nagelaten. Maar eerst wil ik nog op zijn gemoed werken. Lekkere waar, sappige waar. Waarom zwijg je, nar? Waarom kijk je naar me of ik je vijand ben? Dat ben ik niet. Maar ik kan begrijpen dat je me nu als een vijand beschouwt. Daarom ontsla ik je van je belofte en geef je de dolk van de marketenster terug. Ik neem de dolk aan. Maar voor ik hem zal gebruiken, schrijf ik er iets mee in het zand. Lees. Het verraad van een vriend is erger dan de ergste gemeenheid van de vijand. Ik weet dat je er zo over denkt, mijn vriend. Maar ik wil toch een andere stelling noemen. Ik moet doen wat ik niet wil doen. Niemand moet doen wat hij niet mag doen. Ik kan niet anders. Vergeef me nog deze ene keer. Deze enige laatste keer. Nee, vergeef me niet. Maar begrijp het.
Van eenmaal komt andermaal. En van andermaal altijd. Hier is het leger. Ons leger. En daar de nieuwe vijand. Ik kan de soldaten niet laten zitten. Versta dat letterlijk. Als ze blijven zitten, zonder naar hun wapens te grijpen, dan zal deze nieuwe, deze onverwachte en niet uitgedaagde vijand ze doden. Moet dat? Je zult wel altijd een reden vinden voor een nieuwe oorlog. Wellicht is het ditmaal zelfs een gerechtvaardigde reden. Maar jij, Alexander, jij bent alles bij elkaar genomen helemaal niet rechtvaardig. Jij bent niet Alexander de rechtvaardige, je bent Alexander de veroveraar. Ik moet de wereld van jou afhelpen, door jou van de wereld af te helpen. Ik moet je doden, ook al om mijn beloftes aan de rechtvaardigen. Dan dood mij! Maar luister nog naar één ding voor je toestoot. Ik heb een testament gemaakt en jou daarin benoemd tot mijn opvolger. De officieren van ons leger, dat nu in slagorde staat, wachten op jou of op mij. Want ze weten dat één van ons beiden in deze tent zal sterven. En als ik er niet meer zal zijn, dan moet jij voortzetten waarmee ik ben begonnen. Daar zal ook oorlog bij zijn, nar. Smerige oorlog. Waarom zwijg je? Waarom hef je je hand met die dolk? Maar antwoord niet. Stoot toch toe! Vooruit, nar! Stoot toe! Stoot toe, nar! Vooruit! Steek hem neer! Waarom aarzel je nog? Ik kan het niet. Dood mij, beste nar! Ik smeek je erom! Ik kan het niet, ik kan het niet. Anders moet ik zijn opvolger worden. Ja, dood hem en word zijn opvolger. Maak de onvrije vrij, maak er mensen van. En als je dat doet, krijg je al mijn koopwaar voor niets. Alsjeblieft, beste nar, doe het toch! Dood mij, beste nar! Geloof jij dat de Macedoniërs weer in Macedonië zullen komen en de Lydiërs in Lydië, als ze allemaal maar weglopen? De een hier, de ander daar, alleen, of met drie tegelijk, of met z'n tienen, overdag of s'nachts, morgen of over een week? Waarom steek je me niet neer? Geloof jij dat de mishandelde volkeren hun schenders door hun geschonden landen laten trekken, alsof ze opeens hun vrienden zijn geworden? Nee. Alexanders opvolger zal opnieuw slag moeten leveren, steeds weer. En in die nieuwe veldslagen zullen opnieuw mensen worden gedood, bij ons en bij de anderen. Waarom dood je me niet? Dood me, vriend. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer laten sterven. Ik heb genoeg van die smerige oorlog die mij heeft verslonden. Hij mag niemand meer verslinden. Er schiet me iets te binnen. Sterf, Alexander! Mijn beste, allerbeste, naar. En wat nu? Zul jij ons dan verder opvreten, zoals Alexander ons heeft opgevreten? Ik kniel al voor je neer. Sta op. Ik kniel voor je in het stof. Loop maar over me heen, koning zotskap. Vertrap ons allemaal tot stof. Sla je nieuwe slag. Voer je volgende oorlog en vermoord alle die door Alexander nog zijn overgelaten. Maar eerst de samenzweerders. Vergeet toch vooral niet om ons te doden. Er is me wat te binnen geschoten. Ik weet wel wat jou te binnen is geschoten. Ik was een nar en nou ben ik koning. Ik heb buitelingen gemaakt en kopje geduikeld. Nu laat ik anderen duikelen en hun koppen buitelen. Nee, iets anders schoot me te binnen. Neem deze dolk, marketenster, en hak mijn handen af. Ik zou wel eens willen zien of er officieren zijn die een onthanden veldheer gehoorzamen. Maar een onthanden nar, laten ze rustig verder kopje duikelen. Gij hebt nu mensen met elkander gehoord van het einde van een koning, wiens grote naam was Alexander. Denk steeds toch na over de gevaren die altijd nieuw weer zijn, hoe oud ze ook waren. Word wijs door deze geschiedenis, verhaald door mij en deze nar die zonder handen is. Kijk nou toch eens naar hem, zo houdt hij nou altijd, de sukkelaar. Ik huil. Als jullie in de spiegel van mijn tranen kijkt, mensen, dan zien jullie het arme hoofd.
van mijn arme Alexander. Alexanders Nar was een hoorspel van Wolfgang Weyrauch. Vertaling Kees Walraven. De rolverdeling was als volgt. Alexander, Leo den Hartog. De Nar, Peter van der Linden. De marketenster, Wiesje Bouwmeester. En de soldaten, Herman van Eelen, Harry Bronk, Hans Veerman, Tony Folletta en Hans Kersenberg. De regie had Dick van Putten.